Oké, hoe heet je? Didi Wals. En welke club? AV Lycurgus. En waarom atletiek? Het is een superleuke sport. En je doet niet één ding, niet alleen maar hardlopen of zo, of voetbal. Maar je doet allemaal verschillende dingen met meerkamp. En de trainingen zijn heel afwisselend. Je loopt niet alleen maar achter een balletje aan of zo met voetbal. En ik vind het gewoon heel gezellig op mijn club. Ja, en heel veel vriendinnen en zo. Ja, en hoeveel keer per week train je? 2 à 3 keer. En welke andere dingen? Vooral worden, maar ook nog wel meerkant. Dus ook wel meer. Doe je ook kracht training en zo? Nu nog niet. Niet echt kracht, maar wel dat we gewoon voor de training moeten opdrukken en zo. Maar niet echt in de kracht. Oké. En wat is je droom met de atletiek? Natuurlijk op de Olympische Spelen komen. Maar ik wil sowieso eerst dit jaar proberen indoor en outdoor Nederlands kampioen te worden met worden. Ja. Maar natuurlijk is mijn droom wel op de Olympische Spelen komen. En is het gelukt met de kampioen? Sorry? Is het gelukt kampioen te worden? Als D1 ben ik eerst geworden, auto met hoorden, maar daarna alleen tweede en derde. Oké. En deed je ook mee bij de meerkamp in Groningen? Ja. En hoe was dat? Daar ben ik 50 geworden. Ja. En ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Het ging eigenlijk ook wel goed. Ja. Maar tegen mijn clubgenootje Lisanne kan ik niet door. Oké. En heb je een held of heldin? Natuurlijk Usain Bolt. Ja. Maar ook wel Jessica Ennis van Engeland. Van Engeland, ja. Olympisch kampioen. Ja. En wil je dat ook misschien? Ja, tuurlijk. Oké, maar het gaat goed met jou, denk ik, hè? Ja hoor, ik vind het heel erg leuk en, en vandaag ook al vooruit. Dus. Ja, vandaag ook, hè? Ja. Ja? Ben jij of niet? Met kogel. Kogel? Het was de eerste keer dat ik met een 3 kilo stootte. Ja? Ja. Het ging wel goed. En hoe ver? 10 meter 04. Wauw, super. Oké, heel goed gedaan en tot de volgende keer. Bedankt. Bedankt.